Wacht. Ik neem op. 3, 2, 1. Ik neem op. Hey, kijkers van Ik Ben Game. Hallo, kijkers van Ik Ben Game. Welkom bij. Welkom bij. En dan moet jij het zeggen. Oh, welkom bij Rafael Eet een Appel Show. Nee, welkom bij Ik Ben Game Moedercraft Server. Ja, we gaan gewoon de sier. En wat heeft Brian gedaan met de World Save? Zeg niet. Ja, hij heeft het verpest. Ik ben heel hard gepakt, waardoor ik heb. We zijn dus een paar spullen kwijt. We zijn wel in dezelfde map, maar de span is veranderd en we zijn een paar spullen kwijt. Dus dat is best jammer, maar we zijn alsnog awesome. Eén deel van de span is weg. De noordoost. Nee, wacht. Oost. De noordkant is weg. Eigenlijk kan je geen eens. Kijk, dit is ons prachtige huis. Tim en Rafael zijn er ook. Kijk, dat is Tim. Met die lelijke skin. Zeg eens hoi, Tim. Hoi. Dat is Jacob. En ja, dat is Jacob, dat is een broertje. En dat is Rafael. Zeg hallo, Rafael. Rafael is ook niet online volgens mij, of wel stiekem. Rafael is mee. Maar ik heb dat ben al 2 minuten bezig. Ik ben even hout aan het halen. Oh ja, jij gaat waar ik ben niet ken. Hoor je niet, Rafael? Oh, en ik heb nu weer Fateful Texture Pack aan. Ik heb ook Fateful Texture Pack. Geweldig. En dan komt Rafael weer en die zegt, Fateful is kut. Nou, je heeft zelf een kut. Maar Rafael vindt het Fateful Texture Pack niet cool. Nee. Hij is zelf vindt poep. Fateful is EOIC. Wat is EOIC? Tim, ben je er nou? Nee, Rafael, hoort je niet. Waar is Tim? Is Tim op Skype? Kijk jij? Ik kijk wel even. Ja. Tim! Ja, maar echt, ik praatte de hele tijd met je, maar ik was uit of zoiets. Oh, je had smoesjes. Je was gewoon verlegen. Nee, jij bent altijd verlegen. En Jacob die kwam er de hele tijd doorheen schreeuwen en zo. Dat is leuk. Ja, nou, en als iets aan je vragen, kan je toch wel antwoorden doen? Ja, ik was zo telkens aan het... Niet dus. Tim, alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Was dat je moeder? Nee, dat was Tim zelf. Oh, maar ze lijken op elkaar. Ja, joh. Ik heb 37 jungle hard. Maar is Rafael dood? I leave the game. Omdat zijn microfoon het niet doet. Nee, ik schoot hem. En het was van plan om dood te gaan. Maar toen lafte hij de gang. Oké, straks gaan we een heel mooi huis houden. Beter dan het huis wat we nu hebben. Wat Tim heeft gebouwd. Yay. En Niels. Echt? Heeft Niels ook een huis gebouwd? Ja, maar die is geen eens af. Oh ja, dat waren gewoon 4 houten pilaren. Was dat met die... Nee, maar Brian, daar is nog die chest, hè? En in die chest zitten onze diamonds en diamond tools. Maar dit is gewoon een random bijhuisje. Bijhuisje. Ja, een bijhuisje. Wacht, nee, eerst moeten we even een epische intro, weet je wel. Hebben we al gedaan. Met Optifine in Zoom. Oh ja, dat is echt grappig. Nu allebei Optifine. Oké. Jij doet het. Ik ben Brian. En dit is... Hey. Martijn. Zeg dan. Oh ja, ik ben Martijn, Piers. We hebben een... We gaan nu een Cocoa Bean Farm maken, want we moeten vandaag iets uploaden. Ja, dat niet. Ik heb al episode 2 geüpload. Maar ik ben de robot. We hebben 1 cobblestone. Oh. Tim, zeg eens iets. Laten we al die netherportal maken. Tim, je bent echt stil. Ja, ik weet het. Net als jij altijd. Ik heb al 6... Ja, nu ben jij stil, dus ik zou me niet zeggen. Ja, ik weet het. Ik doe jou na. Ik heb 6 cocoa beans.
Ik heb eerst wat cobblestone nodig voor een shuffle. Tim heeft privacy nodig. Oké, ik doe eerst zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar we doen het wel automatic. Hebben we dat dan? Hebben we dan een redstone? Ja. Helemaal niet. Anders minen het wel gewoon lekker. Volgens mij hebben we het lang niet genoeg. We hebben trouwens ook geen iron, hè? Echt wel. Waar dan? Weet ik niet. Maar dan minen we het gewoon. Hé, hey, hoe kom je aan een iron egg? Wat een diepe zucht. Het is zelf gemaakt. Oké, planten de cocoa beans. Ik heb Brian, was jij net al je spullen terug aan het cheaten of zoiets? Dat zeg ik niet. Zie ik hem wel? Ja, want jij was ik net allemaal... Ik kan erop staan. Ja, weet ik. Dat is echt cool. Oké, nu replant. Nee, dit is niet symmetrisch. Oh, en alles is zelf symmetrisch. Ja, Martijn. Hou je bek, Tim. Nou, het spijt me, ik ga niet Tim, zo grof praten. Ja, jouw zwaard veranderde net van een stone soort in een iron soort, tenminste voor mij. Oh, dat klopt, want ik heb er hier een steen in. Oh, ik dacht dat het een soort van gliarch. Nee. Ik dacht aan dinnerbone. Dat doe ik altijd in survival games. Dan ga ik vechten, dan loop ik naar ze toe met een houten zwaard en dan maak ik ze dood met een iron soort. En dan denkt ze, watch out, we've got the baddest over here. Ja, en dat is slecht. Oh, weet je wat ik heb gevonden? Ik heb lapis lazuli. Echt nu al, zo snel. Nee, nog een cd. Wie had die? Ik, dat heb ik toch verteld. Oh ja, dat had ik al gezegd, ja. Je bent echt traag van begrip. Hoeveel cd's hebben we dan al? Ik ben traag van begrip. We hebben toch maar één cd, of niet? Brian, ik wil naar je toe, ik wil naar die Hey, mag ik planks maken van het wooden spul? Ja, dat mag. Wilde ik helemaal niet gaan spelen. Even door, kut zombie! Nou. Hey, op welke mode staat hij? Op hard of op wat? Hard. Dat zijn best wel heel erg van badass. Brian zegt dat het net wordt als een Minecraft server. Ja, Minecraft. Dat zal wel met al die ingenieuze uitvindingen met. Ja, Tim, jij weet niet eens wat Minecraft is. Ja, maar wat is met Evo en MC Gamer? Dat vind ik. MC Gamer is leuk. Ja, MC Gamer is best leuk. Ik zie wat ik het weet. Ja, en wie zit er dan nog meer op? Nou, maar ik kijk niet de rest die erop zit. Oh, dat weet je niet, hè? Ja, sorry, ik ben geen diehard en kijken naar dat... Hé, hey, ja, weet je wie leukst is? Maar je ziet toch Bebop Fox. Nee. Die is zo stom. Waarbij alle eekhoorns eken. Ik moet weg. Oké, doei. Doei. Het komt erin. Oh, ik heb een spawner gevonden! Echt, wat voor? Zombie. Yes, geen spiderspannen gelukkig, want daar kan je moeilijk iets mee. We kunnen ding spannen. Heb je ook doortjes? Donder? Ja, ik heb doortjes. Wacht, ik kan er Brian, wel. Brian, waarom ga je in een cave zonder doortjes? Ja, oh mijn god, ik hoorde een kanon van Hunger Games. Nee, grapje. Dat is een bliksem. Je maakt een grapje, zeg ik toch? Maar is het diep, de spanner? Hoe bedoel je diep? Kijk eens op je Y-coördinaat. Het is I toch? 25. Ja, ik denk. Wow, dat is best diep. Dan is het iets moeilijk om hem op te vormen. Mag ik? Je kan nog gewoon even diep maken. Ik wil alleen hoog maken. Ik was het bijna in de lava gevallen. Schrijf jij de coördinaat even op? Oké, ik heb het opgeschreven. En I is 25. Ja, dat wist ik. Haal je ook van eieren? Het beste is eigenlijk dat we nog een. Dat er dichtbij nog een skeleton farm is. Dat we bij elkaar kunnen binnen. Dat we dat allemaal. Ja, oké, maar dat is heel zeldzaam. Dan kan je beter een dark room maken. Als je dat wil. En wat? Een dark room? Nou, dat is gewoon saai, oké. Ja, maar je kan wel zeg maar heel hoog in de lucht. Echt maar, ja. Zeg maar op Y200. Dan ben je zo hoog. Dat de mobs niet in de cave spannen. Omdat je dan te ver weg bent. Dus dan hoef je geen caves te verlichten, weet je wel? Ja. En dan krijg je toch veel spawns, dus. Dat kunnen we misschien doen. Tenminste, dat lijkt mij pittig geweldig. Ja, maar dit is gewoon saai. Hoezo? Ach, waarom? Als stil is, ik hoor een slime. Ja, ik hoor echt een slime. Dit is gewoon lava. Nee! Ja, ik weet echt wel wat ik hoor. Oh, ik dacht ook eens een keer, hoor, Martijn. Ging met X-ray kijken. Ik weet stil mijn is. Cheater.
En wat van lava. Lava heeft ook zo'n kut geluid. Nee, maar je hoort toch echt wel het verschil tussen lava en slime? Nee, ik niet hoor. Dat kan je echt duidelijk horen. Duidelijk. Hoe dan? Heel makkelijk kan je dat horen. Ja, hoe dan? Je hoort het toch gewoon? Hoe dan? Je hoort het. Zeg de slime, ik ben een slime. Nee joh, je hoort zo. Ja, dat is ook bij het lava hoor. Ik probeer hem te vinden. Ja, hij is boven me. Weet je het zeker? Ja, ik zie die particles, weet je wel. Maar dat kan ook lava zijn. Ja, ik heb hem. Ik zei het toch? Is het groot of is het klein? Als het groot heel groot, het is mega. Niet dood, niet dood. Holy shit, er is een creeper. Waarom nooit niet? Doden. Waarom niet? Dan kan je toch een farm van maken? Ja, maar waarom zou je dan niet doden? Dichtbij je. Waarom zou je dan ze niet doden? Nou kijk, dus ik kan er dus dan een farm van maken. Ja, maar straks spannen er toch weer nieuwe. Weet je het zeker? Maar je weet echt niks over slimes, hè, of wel? Oké, maar zullen we naar boven gaan en dan afsluiten? Ja. Oké, laten we een epische afsluiting maken. Kom zo. Daar is een skeleton. Oh ja, die deed het zeker al die tijd, hè? Nee, dat is zo. Ik hoop dat die creeper je opblaast, ja. Oké, dan doe ik de afsluiting wel. Dit was episode 3 van Brian Surfer en Moedercraft SMP. Moedercraft. Assassin's Creed. Wat zei je nou? Moedercraft. Wacht, ik loop naar je. En bedankt voor het kijken. Abonneer en geef een reactie. Kijk de andere episodes. En, Brian is aan het spacen. En tot de volgende keer.